Mijn naam is Tony van Dijk, ik ben 23 jaar. Ik woon momenteel in Werkendam, maar mijn vrouw is binnenkort naar Breda. Ik ben een professioneel MMA-vechter. Ik kom bij Brothers Breda. Verder ben ik nog personal trainer en werkzaam als accountmanager vanaf volgende week. Wat ik merk van de coronacrisis, de sportscholen zijn uiteraard dicht. Ik kan eigenlijk bijna niet meer trainen. Niet meer zoals ik gewend was. Ik moet eigenlijk vooral thuis doen en buiten. We kunnen nog wel één op één met een teamgenoot van mij trainen, maar ja, het is niet optimaal. Maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Thuis wat trainen, buiten met een teamgenoot van me. En that's it. Fit blijven, in shape blijven, zodat als alles weer open gaat, we weer kunnen knallen. Een beetje melk voor de smaak. Ik ga zo meteen brinta maken. Ik kan het ook met water doen, maar ik vind dat niet zo lekker. Melk maakt net even wat romiger en net iets voller qua smaak. Ik gooi het ook altijd even in de magnetron zodat het wat warmer is. Zo, 2 minuutjes. Even wachten. Lekker warm zo meteen. Dan gooi ik wat brinta in. Zorg dat het een beetje een papje wordt eigenlijk, zodat het niet meer zo vloeibaar is zoals melk. Doe ik nog wat zoetstof bij. Voor de smaak. Ik ben wel een beetje een zoete kou, dus vandaar. En een banaantje voor de snelle suikers en om iets meer op te vullen. Normaal als ik 's ochtends ga sporten, dan is dit eigenlijk altijd wat ik eet. Soms ook wel kwark, ligt er een beetje aan. Ik heb heel erg fases, dus ik eet eigenlijk gewoon een paar weken lang dit in de ochtend als ik 's ochtends moet trainen. En dan ben ik een beetje beu en dan stop ik er ook de kwark. Dus vandaar. Ook altijd nog, ik probeer iedere dag zo'n 200 tot 250 gram fruit te eten, over de vitamines en groentes ook. Groentes probeer ik net even iets meer te eten, rond de 400 gram. En zorg er gewoon voor dat de vitamines hoog blijven en dat je gewoon vet blijft en je eigenlijk ook blijft voeden. Dus, ja, we rijden nu naar de sportschool, ook in Breda. Dan gaan we daar wat trainen, wat buiten vooral. Tja, het is nou natuurlijk nog niet geoorloofd om binnen te trainen. Dus gaan we buiten wat stand-up technieken doen. Een beetje combo's slaan op de pads. En dat is het, gewoon een beetje fit blijven. Scherp houden, voor zover dat het mogelijk is. Thuis vooral trainen natuurlijk, gewoon hardlopen om conditie op peil te houden. Wat schaduwboksen om ook scherp te blijven. En ook krachttraining met elastiekjes, met bodyweight. Dus gewoon vooral hetgene wat we nu kunnen doen. Het is vooral, momenteel is het niet echt beter of sterker worden. Het is gewoon vooral fit blijven. Je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt en positief blijven denken. Hoe gaat de training nu? Ja, gaat prima. Ben nou 1 keer in de week doe ik hardlopen. Gewoon duur loop je 10 kilometer. Ik ga 2 keer in de week met Pieter doe ik petsen. Ja. Zoals nou ook ik nu een beetje doe eigenlijk. Man. Ja. Qua volume is dat natuurlijk wel veel minder dan voordat we onze deuren moesten sluiten. Mm-hmm. Ik zou wel willen dat je wat 2-3 trainingen toevoegt. Okay. Ik denk sowieso 1 hit interval training waarbij we wat sprintjes gaan trekken. Okay. Op korte afstand met rust tussen en dan weer een sprintje. En je hebt liefst nog eigenlijk nog een sessie met een striking sessie en nog een jiu-jitsu sessie erbij. Okay. Dus misschien kunnen we even kijken ergens waar we in de tuin of zo mat kunnen leggen. Dan kunnen we daar solo of met partner in het buiten trainen. Ja, ik zou, als we voor grondwerk een leuke oplossing hebben, zou ik 2 striking, 2 grond doen. Okay. En dan met 2 trainingen zitten we op 6. Dan komen we wat dichter bij het volume wat we voor de training hadden. Ja, sure. En ik denk dat we zo de corona wel gaan overleven, man. Okay, in ieder geval een beetje fit blijven en dan kunnen we daar gasten in elkaar stoppen. Ja, precies. Doen we. Nou, we hebben natuurlijk hard getraind. Het is belangrijk dat je voor goed herstel wat eiwitten binnenkrijgt. Die zorgen er eigenlijk voor dat de scheurtjes in je spieren weer opgevuld worden, waardoor je dus weer goed herstelt, zodat je daarna weer gas kan geven in de training. Ja, ik ben eigenlijk van kleins af aan ben ik al bezig met vechtsport. Ik ben vanaf, oud was ik volgens mij, op mijn 5e heb ik een blauwe maandag gejudo'd. Daar heb ik mijn allereerste medaille mee verdiend, dat zal ik zo meteen even laten zien. Toen heb ik eigenlijk een aantal jaar niks gedaan. Scheiding van mijn ouders heeft toen plaatsgevonden. Dus toen ben ik verhuisd, lang verhaal. En toen ben ik op mijn 9e begonnen met Japans Jiu-Jitsu. En dat heb ik 1,5-2 jaar gedaan. Ook wedstrijden gedaan, Duo System. Dat is eigenlijk een beetje een showtje die je opvoert.
En die ga je dan voor een jury laten zien. En wie het mooiste showtje heeft, die krijgt dan die wint. Daar ben ik Nederlands kampioen mee geworden. En dat was eigenlijk mijn eerste serieuze wedstrijdsport. Toen ben ik verhuisd naar Werkendam. Daar ben ik wat molliger geworden, veel gepest ook. Nou, daarna ben ik naar Rotterdam toe gegaan. Ik heb schippersinternaat gezeten. Ook een aantal jaar best wel wat gepest en ook wat flinker was. Een keertje overvallen door een groep van 8 man. En toen op een gegeven moment heb ik besloten van dit wil ik anders. Ik wil niet meer gekleineerd worden of geïntimideerd zijn. En toen kwam een klasgenoot van mij naar me toe van joh, luister, er wordt een MMA-kliniek bij ons op school gegeven. Ga je mee daar naartoe? Ik zei ja toch, we gaan er naartoe, gaan we even kijken wat het is. Dus wij daar naartoe. En ik bleek al een beetje aanleg voor te hebben samen met de klasgenoot. En toen zijn we uitgenodigd door de toenmalige trainer Amir van Ruthless Fight Company. Om een keertje op de gym daar te komen trainen. Hebben we gedaan. En we hebben echt helemaal in elkaar geslagen. Echt. Dus, ik heb nooit zo'n pak slaag gehad als daar. Maar goed, ik heb niet zo harde klappen gekregen dat ik nooit meer terug wou komen. Dus toen ben ik blijven gaan, nog meer klappen gekregen. En op een gegeven moment begon ik zelf een beetje klappen uit te delen. En toen begon het een stuk leuker te worden. En inmiddels zijn we 10 jaar verder en ik doe nog steeds allemaal. Of ik het in het begin moeilijk vond om vol te houden, nee, het viel mee. Mijn drive was veel groter om af te vallen en niet meer geïntimideerd te zijn en niet meer geïmponeerd te worden. Die drive was veel groter dan de moeite of dan de moeilijkheidsgraad van de sport zelf. En dat is ook eigenlijk wat mij er doorheen heeft gesleept. En op een gegeven moment wordt het niet makkelijker, maar je wordt zelf een stuk fitter natuurlijk. En dat is wel wat er voor heeft gezorgd dat ik door kon blijven. Mijn moeder, dat is echt mijn steun in toeverlaat. Kan ik overal mee over praten. Als het goed met me gaat, of slecht met me gaat. Dat is niet alleen in de sport, maar gewoon in het leven of in mijn leven in het algemeen. Voor mij verandert is in mijn thuissituatie door het coronavirus eigenlijk niet zoveel. Ik heb niemand waar ik mee samenwoon. Ik heb mijn ouders hier, ik woon gewoon voor mezelf. Ik ben alleen meer thuis. Ik heb iets meer tijd voor mijn hond, voor Boris. En verder is er niet zoveel veranderd. Mijn tip voor andere sporters in de coronaperiode is doe wat je kunt doen. Probeer in ieder geval in shape te blijven. Niks doen is geen optie. Als je niks gaat doen, ga je juist achteruit. Je kan in ieder geval zorgen dat je op het niveau blijft waar je al op bent. Door te blijven bewegen, door je conditie op peil te houden. Door je spieren in ieder geval in conditie te houden, flexibel te blijven. Je kan goed herstellen. Gebruik het ook in je voordeel. Slaap genoeg. En probeer jezelf mentaal weerbaar te maken. Kijk veel filmpjes op YouTube. YouTube is ook altijd beschikbaar. Kan je altijd naar blijven kijken. Probeer je in ieder geval mentaal dan verder te ontwikkelen. Wat technieken op te doen, inspiratie op te doen. Motivatie hoog te houden is ook belangrijk. Zeker moeilijk ook in deze periode. En verder lekker eten, man. Dat is ook goed. Weet je? Nou kan het. Nou hoef je niet meer op je gewicht te letten. Er zijn toch geen wedstrijden. Dus probeer in ieder geval positiever ervan in te zien.